Dit is de Haagse Ballonnenboer en Stekeltje. Hallo allemaal, welkom bij de Haagse Ballonnenboer. Leuk dat jullie weer kijken. Nou, we waren een aantal keren al bezig geweest met één rolfiguurtjes. We hebben de serie 1 en serie 2 gehad. Nou, we gaan nu aan de laatste serie voorlopig even beginnen. En dan denk ik wel dat jullie genoeg te doen hebben. Er werd namelijk ook gevraagd of ik een slang kon gaan maken. Nou, ik denk dat lijkt me leuk, een slang. Dus ik pak er even een ballon bij. We gaan gewoon even een blauwe slang maken, die heeft een beetje koud vandaag. Het voordeel is met een slang. Je blaast je ballon op, bijna helemaal. Zie je het? Je knoopt hem af. En je hebt een slang. Nee, grapje. Nee, dat gaan we natuurlijk niet doen. Hè. Nee, je moet nog wel een klein beetje vorm erin hebben. Maar het is niet zo heel moeilijk. Je maakt even een klein loepje. Zo, zie je. En dat doe je nog een keer. Kijk. Dan heb je eigenlijk al een beetje de bek van de slang. En nogmaals, het zijn natuurlijk één ballonsfiguurtjes. Alleen hier heb ik nog even iets nodig. Want eigenlijk is het heel stiekem met twee ballonsfiguurtjes. Want als ik natuurlijk een slang maak, ja, die heeft toch altijd wel zo'n... Een heel lang tongetje. Nou, wat je doet, is eigenlijk van de andere ballon even dit stuk, zo, een klein stukje opblazen. Je zoekt daar in het midden van op. Kijk, hop. Dit. Deze knoop je aan elkaar. Dus je maakt eigenlijk een dubbele knoop. Zie je? Zo. Nou, dit tuutje knip ik er even netjes af. En dan trek je hem eventjes gewoon hier tussendoor. Kijk. Ik leg deze erboven. Zo, kijk, zie je? Dan heb je namelijk zijn ogen en dan lijkt het net iets meer een slang. Dus ja, ik moet zeggen, het is natuurlijk niet echt een één ballonse figuurtje. En zeg je nou van, hè, je wil een gepompeld hebben, doe dan even gewoon zo om de pols heen. Druk dit een beetje aan. Kijk, dan heb je een beetje een ronding van een slang. Nou, de volgende is een eend. Zorg ervoor dat je deze ballon een heel stuk vrij. Dat je genoeg overhoudt hier voor de snavel. Want je wil straks natuurlijk nog wel dat die eend een snaveltje heeft. Waar je mee begint is gewoon een bolletje. Dan maak je een loop. Dan maak je nog een loop. Zie je? Twee dezelfde loopjes. Dan maak je een iets grotere loop. Zo. Ja. Dus dit krijg je nu, loop, loop, een grote bolletje. En deze doe je hier tussen, zie je, zo. Want dit wordt je snavel, die pak je hier beet, doe je dit naar voren en dit knijp je even met je, kijk, met je hand zo, even flink in. En dan heb je het bandeentje. Ik zou zeggen, veel plezier, je band ermee. De volgende is heel klein, ja, en daar zijn best wel veel mensen bang voor. De muis. Ja, en hoe herken je een muis? Nou, eigenlijk een kleine, best wel grote oortjes voor zijn lichaam natuurlijk. Maar een klein snuitje en een grote staart. Laatste ballon, bijna helemaal. We zijn eigenlijk bijna, hè. We moeten nou natuurlijk wel een beetje ruimte overhouden. Dan begin je eigenlijk met je snoet. Nou, die mag best wel zo zijn, zie je. Dan maak je twee loepjes. Het is eigenlijk weer net zoals de eend. Maar zijn oren mogen best wel groot zijn. Zie je? Zo. Zie je, dan heb je het hoofd van de muis. Je maakt een bolletje. Ik maak drie bolletjes. Kijk. Zie je? Drie dezelfde bolletjes. Deze doe ik bij elkaar. Dan heb je de voorpootjes. Dan maak ik zijn lichaam. En zijn achterpoten, die maak ik allemaal hetzelfde. Kijk, dan krijg ik weer drie bolletjes. Want een muis die is gewoon vrij klein. Deze draai je ook weer bij elkaar. Kijk. En dan heb je dus een muis met een hele lange staart. Wil je nou, net zoals bij de slang, dat die dan rondloopt, draai je dan strak om je hand heen. Knijp het even aan. Kijk. Dan heb je een muis met een staart. En je kan hem natuurlijk altijd intekenen, hè? Dat is netjes leuk. Oeh, hij gaat er vandoor. Het is grijs, het is groot, het is dik, grote oren. De olifant, juist.
Nou, het leukste is natuurlijk als je van een grijze ballon maakt. Blaas hem niet helemaal op. Kijk, zie je, laat voldoende over. Waar ik mee begin is met de slurf. Dus de slurf mag best wel groot zijn. En dat is toch heerlijk, hè? Want het zijn allemaal die keer dezelfde technieken. We maken weer een hoekje. Dit worden zijn oren, dus je mag ze oren best wel groot maken. Deel. Zo. Dus je hebt slurf en twee loops. Net zoals bij de muis maak ik weer 1, 2, 3 bolletjes. Deze doe ik bij elkaar. Even door weer 1, 2, 3. En dat is voor zijn achterpoten en zijn lichaam. Zie je? Die komt bij elkaar. En nou is de staafje veel te groot. Dus maak een bolletje. Knip hem even kapot met de schaar. Dan kan je het leeg laten lopen. Hou hem natuurlijk wel goed vast, hè, want anders dan ben je de ballon kwijt. Zo. Nou, die knip ik er even af. Kijk, en nou zou je misschien zeggen, ja, maar het lijkt nog niet echt op een olifant. Nou, wat je gaat doen is dit open knijpen. Open knijpen. En deze pak je zo mee. En dat zijn ze allemaal zo dol op. En dan krijg je de snuit van de olifant. Met zijn grote oren. Nou, maar je ziet, de olifant is geboren. Succes. We gaan op naar de volgende. En de laatste. Nou, de laatste is een vis. En een hele makkelijke vis. Want ik denk, laten we het niet te moeilijk doen. We hebben al met die ene ballonfiguurtjes dat het allemaal lekker snel kan. Nou, deze kan ook heel snel. Wat je qua ruimte over hebt, is alleen maar dit. Meer heb je niet nodig. Je knoopt hem af. Dan doe je het bij elkaar, zo. En ik heb hier even in gedrukt, zodat deze, kijk, ook dicht is. Kijk, nu kijk ik naar het midden, zo. Daar draai ik. Zie je? Precies het midden. Dan maak ik één bolletje aan deze kant. En één bolletje aan deze kant. Zo. Deze doe ik bij elkaar. Laat ze maar lekker rond. Dan blijven ze goed zitten. Wat ik dan hiervan wil, kijk, is hier draaien. Zo. Dit doe ik een beetje omhoog. En zo snel heb je een vis. O ja. Dus eigenlijk, nou vooruit, doe er nog eentje bij dan, omdat het zo kort was. Nog een zwaar. Nou, dan toch nog even een extraatje erbij, het zwaard. Even een soort piratenzwaard. We blazen de ballon bijna helemaal op. Zie je? Hou dit over. Laat hem even lekker blazen. Ik maak weer een bolletje, net zoals de voorgaande ballonnen. We maken een loop. Zo. En wat ik nu doe, ik maak vier bolletjes. En nou is mijn ballon is nu helemaal vol. Dan hou ik hem goed vast. Dan gaat deze hier doorheen. Door mijn loop heen. Nou, trek ik hem zo aan. Zie je? Dus je krijgt dit. Zo. Voor de nettigheid knip ik deze nog even af. En je hebt een piratenzwaard. Hoe snel en hoe makkelijk. Je ziet hem. Ik dank jullie heel erg hartelijk weer voor het kijken en voor het meedoen. Tot de volgende workshop. En fijne dag allemaal. Doei! Dit is de Haagse ballonnenboer. En stekeltje. De Haagse ballonnenboer. En stekeltje.